Ellen Koenen is gespecialiseerd in raamdecoratie op maat. Dat wil zeggen overgordijnen, glasgordijnen, optrekgordijnen, rolgordijnen, jaloezieën, shutters. Klanten komen naar mij toe voor mijn advies. Ik maak met hen een afspraak, ik neem de nodige stalen mee naar hun thuis en samen bespreken we de meest geschikte raamdecoratie. Thuis in mijn atelier maak ik alles zelf op maat en ga achteraf ook alles zelf plaatsen. Na mijn artistieke opleiding van meester in de beeldende kunst zocht ik creativiteit in mijn job en deze vond ik terug in de raamdecoratiestijl. Ik kan mijn creativiteit kwijt, ik kan werken met mijn handen, want gordijnen maken is voor mij echt een stijl, een vak. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om geen toonzaal in te richten. Ik ga naar de mensen toe, naar het huis waar dat de raamdecoratie moet komen. Daar voel ik de sfeer, ik zie technisch wat er mogelijk is en dan kan ik onmiddellijk de juiste stalen voorleggen en heel gericht de juiste raamdecoratie aanbieden. Mijn eerste online ervaring was een mooi visitekaartje op het internet. Al snel werd duidelijk dat mijn eerste website niet meer voldeed. Dus de klanten konden mij niet terugvinden en hadden niet de nodige informatie die ze zochten. Ik stelde ook vast dat ik geen aanvragen binnenkreeg via het internet. Ik ging op zoek naar een professionele partner die mij daarin kon verder helpen. Zo heb ik Aroma leren kennen. Het verschil in aanpak van Aroma zit hem in het feit dat ze vertrekken vanuit de behoeften van de internetgebruiker. Van daaruit is er een structuur opgebouwd, zijn de teksten geschreven met de juiste woorden en daarna pas kwam het design. Het leuke aan het design van de website ellenkoenen.be is dat de internetgebruiker een eigen kleur kan kiezen. De keuze van de kleuren op de website refereert naar mijn werkwijze. Elke klant heeft een eigen stijl, een eigen smaak, andere verwachtingen. En zo werk ik ook, heel persoonlijk naar de klant toe. Dat vinden we terug op de website. Aroma heeft me zeker op andere domeinen nog verder geholpen. Het gebruik van Facebook bijvoorbeeld. Maar ook hebben ze me overtuigd om mijn naam te veranderen van EC Raamdecoratie naar Ellen Koenen. Dus om mij nog meer als persoon te profileren naar die persoonlijke aanpak naar de klanten toe.